Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. We zijn hier in jawel, Pulderbos, Zottekot. En ze begonnen al te klappen. Ze klap nu maar door. Deze sprookjes zijn speciaal voor volwassen mensen die geen sprookjes meer te horen krijgen. En vandaar deze podcast. Ik word bijgestaan door mijn goede vriend, comedian, rookie comedian, dus comedy voor kinderen, Peter Hens. Yay! Die zo gewoon is om voor kinderen te spelen, dat hij blij is dat hij verhalen kan vertellen voor volwassenen. We hebben een titel gekregen, Er was eens een eiland zonder land. Dat is een mooie titel, hè? Er was eens een eiland zonder land, dus hier gaan we dan. Er was eens een eiland zonder land. En die liep heel Scandinavië door, Noorwegen, Zweden, Friesland, Lapland. Want je had zoiets van, wie ben ik? Waar moet ik zijn? Ik heb geen land. Hij was alleen op zoek naar een plek waar hij zich kon settelen. Waar hij een vrouwtje kon vinden en een familie kon beginnen. Maar geen één land kon hij het zijne noemen. Want eigenlijk was hij niet echt op zoek naar vrouwtjes. Het was meer een soort van... Hij viel op Elonden. Ja, het was niet echt een eland, maar een gay-land. Een gay. En spijtig genoeg, in heel Scandinavië waren gay-lands niet toegelaten. Werden eruit gestuurd. Alles wat hij wou en deed, vonden ze daar onnatuurlijk. Ja, want hij had een heel groot gebied dat hij gebruikte om andere eilanden vol te knabbelen. Ja, hij deed van alles wat andere normale, zogezegd normale mannelijke eilanden nooit deden. En hij ging op zoek en overal waar hij kwam, werd hij weggestuurd. Tot op een dag er een eekhoorn tegen hem zei van... Is er een gay land? En ze zei, ja, hoe ziet jij dat eigenlijk? Ja, ik zie de andere manier hoe dat jij wandelt. Zo met uw gewijs ook half naast u. Zo, ha, 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 ha. En dan zei een eiland van, ja, en jij dan? Want hij wist totaal niet hoe dat ze moest reageren op die eekhoorn. Ja, jij bent waarschijnlijk op zoek naar een plek waar jij jezelf mocht zijn. Waar jij jezelf helemaal kunt... Hoe zie jij dat? Zit je in eiland. Ja, eiland. Ik zie dat ook een beetje aan uw roze pels. Want een gayland had zijn pels roos laten schilderen. Ja, door een gediplomeerd schilder. En dat was gebeurd in China. Maar dat is een ander sprookje. Ik kan u wel helpen. Als je hier het bos uitgaat, er is een rivier, de brug over, daar is er een land, een soort eilandje, waar alle gaylands elkaar ontmoeten. Wij noemen dat Tomorrowland. Ja. En iedereen komt daar jaarlijks samen en die dansen en die springen en die die hebben daar zoveel plezier, En misschien is dat de plek waar jij ook naartoe moet. Maar je hebt toch een vlag bij, zit je in eekhoorn, want zonder vlag mag je niet binnen in Tomorrowland. En tuurlijk, onze gayland had altijd zijn vlag bij, dus gelukkig. Hij vervolgde zijn van weg... Van het land dat niet bestond. Hij vervolgde zijn weg, kwam op het einde van het bos aan een brug. En hij zag dat die brug over water ging en dan... verdween die brug een beetje in de mist. En het was een spannende stap, maar hij zette de stap. Oh, deze ga ik zo hard doen. En hij stak de brug over. Hij kwam de mist in en hij kwam de mist terug uit. En daar zag hij... een supergroot, uitgestrekt moeras. Vol roze gaylands. Die allemaal aan het dansen waren op gay techno. Alle geweien klikten van links en naar rechts. In elkaar, tegen elkaar. Takken, takken, tak. Takken, takken, tak. Lekker. Iedereen was daar maar aan het lekken. Lekker. Want alles mocht daar. In dat Tomorrowland was alles toegestaan. Het was het land... Tongen in oren, tongen in gaten, tongen in oksels. Er waren nog plekken waar dat de tongen in mochten. Ja. Noem ze maar even allemaal op.
in... in wenkbrauwen. En ook in naveltjes, want je wist het niet, maar Gaylands hadden 4 navels. Als er een gatje was, er kon een tong in. Zo simpel was het. En het was ook toegelaten. En voor de eerste keer in zijn leven kwam onze Gayland echt thuis. Hij kon zijn wie hij was. Hij was gelukkig. Hij danste en hij kuste en hij likte en hij voelde zich geliefd. Toen dat plots opeens daar uit het moeras met één hand een zombie monster kwam gekropen. De eerste Gayland had het al gezien. Pest op, daar is het zombie-monster. Maar de eerste Gayland werd van het eiland in het moeras getrokken en opgevreed. En zodoende de tweede, de derde, de vierde, de achtste. Het zombie-monster kon niet tellen. Tot op een bepaald moment hij alleen nog over was als laatste Gayland op het eiland. En hij zei van, goed, ik ben hier nu helemaal alleen. Ik ken een zombie-monster. We doen bladsteen schaar. De winnaar krijgt het land en mag eindelijk zijn eigen land tot zich hebben. Want het zombie-monster zat er omdat hij al jarenlang ook verdrukt was door andere zombie-monsters. Het is een verhaal van onderdrukking en verdriet. En zo speelt ze schaar, steen, papier in. En het was een spannende strijd. Ja, want de Gayland pakte steen en het zombie-monster pakte ook steen, dus het was... Ze moesten nog eens. En toen pakte het moerasmonster papier. En het Gayland steen, want je kon niks anders met zijn poot. En zo won het moerasmonster van de Gayland en ook de laatste Gayland verdween van deze planeet. Eindelijk. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je anders bent en je een plekje zoekt voor jezelf, ga naar Tomorrowland. En als er iemand daar schaarsteen papier wilt spelen, mag dat je weg bent. Slaap lekker. Peter Hens.